Boete voor haatzaaien tijdens Pegida-demonstratie. Krakers sluiten deal met de gemeente. En paaltjesrijder Drakenstein was de kapper van Beatrix. Goedenavond, het is woensdag 12 oktober. Dit is U Vandaag. Raffi Choan, de vrouw die vorig jaar in Utrecht een toespraak gaf tijdens een Pegida-demonstratie, moet €400 betalen. Het OM vond haar uitspraken over moslims onnodig grievend en discriminerend. En de rechter was het daarmee eens. We praten er op de bank over met strafrechtadvocaat Willem-Jan Ausma. Willem-Jan, is hier de vrijheid van meningsuiting niet in het geding? Nee, daar heeft de rechtbank expliciet naar gekeken en ze zeggen dat dat niet het geval is. Oké. Stamgast vandaag is Gerard ter Tolen, verkeerspsycholoog. En jij wilt het hebben over zware drinkers die, ondanks dat ze rijontzeggingen en hoge boetes krijgen, toch gewoon achter het stuur blijven zitten. Ja, inderdaad. Dat is een groep die heel moeilijk te beïnvloeden is. En misschien krijgen we dan toch het alcoholslot weer terug. We praten straks uitgebreid met jullie allebei verder, maar eerst het belangrijkste nieuws van vandaag. €400 dus voor de toespraak van Raffi Choan. Tijdens een bijeenkomst van Pegida vorig jaar in Utrecht zei ze onder meer het volgende. Een andere reden om moslims te verachten en te haten is hun krankzinnige ideologie. Want het is nooit de religie van vrede. Volgens de rechter vallen deze uitspraken onder haatzaaien en dus krijgt ze een geldboete. Naast deze uitspraak zei Choan ook dat de islam een krankzinnige ideologie is. De rechter vindt dat ze aanzetten tot haat en discriminatie. Onder meer door de termen te gebruiken haten en verachten. Justitie wilde een hogere geldboete, maar daar gaat de rechter dus niet in mee. Toch is een boete wel op zijn plaats. Het staat vast dat die mevrouw nog steeds optredens geeft. En de kans bestaat dus ook dat ze die uitlatingen waarvan we net gezegd hebben dat dat niet mag, dat die nog een keer herhaald worden. Nou, dat probeer je te voorkomen door een voorwaardelijke straf op te leggen. Voor de rest is er rekening mee gehouden dat mevrouw het voor de eerste keer heeft gedaan. En dat leidt altijd tot een verlaagde straf. Dus ten opzichte van de eis die de officier had, €1000, is dan €800 met €400 voorwaardelijk een passende straf. En Raffi Choan was net als haar advocaat niet bij de uitspraak aanwezig. Of ze in hoger beroep gaat, is dus nog niet bekend. Inmiddels heeft ze wel afstand genomen van Pegida en laat ze haar speeches eerst door een jurist lezen. Utrechtse krakers hebben een schikking getroffen met de politie en de gemeente. 3 jaar geleden richtten ze voor €60.000 schade aan in en rond de Ubica-panden. Nu zijn de krakers overeengekomen dat ze maar de helft hoeven te betalen. De Utrechtse politiek eist opheldering van de gemeente. Als mensen willens en wetens schade aan de openbare ruimte maken, de gemeente op kosten jagen, dan moet je dat duidelijk maken dat we dat niet accepteren als gemeente. Het CDA is boos op de gemeente, want de krakers draaien nu niet volledig op voor de ravage die ze 3 jaar geleden aanrichtten. 24 mei 2013 ging het mis. Ja, kom op, dit is echt fucking episch. Krakers, dat is gewoon fucking jaren 90, 80 man. Ja. De rechter besluit dat het Ubica-pand in het centrum van de stad ontruimd mag worden. 21 jaar lang wonen er krakers en zij pikken het dan ook niet dat ze het pand moeten verlaten. Het loopt totaal uit de hand. De hele nacht heeft de politie nodig om de 10 krakers uit het pand te krijgen. In al die uren worden ze bekogeld met zwaar vuurwerk en verfbommen. Vanaf het hoger gelegen dak werden we bekogeld met deze voorwerpen. Dit is van vloeibaar kaasvet gemaakt. Het systeem is eigenlijk, men blaast een ballonnetje op, stopt het in het vloeibaar kaasvet. Het ballonnetje wordt leeggelopen als het is uitgehaald. En vervolgens gooit men de latex in en je hebt een hele handzame een kogel, zeg maar. Je hebt gevuld met latex, nou ja, je ziet het resultaat. In totaal is voor €60.000 schade aangericht. De rechter bepaalt dat de krakers dit moeten terugbetalen aan de politie, gemeente en omwonenden. Nu blijkt dat zij slechts €37.500 hebben betaald en dat is een afspraak met de gemeente. Het CDA is hier niet blij mee. Nou, ik denk dat de gemeente bedacht heeft dat het misschien moeilijk is om dat geld van die krakers te innen en daarom daar een afspraak over heeft gemaakt. Maar ik vind dat je over dat soort dingen geen afspraken moet willen maken op die manier. Dan moet je gewoon alles innen, pak ze aan, zorg dat je duidelijk maakt dat we het niet accepteren in Utrecht. De gemeente laat weten dat zij de schikking met de krakers hebben getroffen, omdat het proces anders langer zou duren en dat kost ook veel geld. En Utrecht heeft 4 weken de tijd om die vragen te beantwoorden. De omstreden westelijke rondweg in Amersfoort komt er. De gemeenteraad heeft ermee ingestemd. De nieuwe weg moet er straks voor zorgen dat verkeer kan doorrijden tijdens de spits. Maar het plan is omstreden. Er viel zelfs een college door. De
De aanleg kost 70 miljoen en er moeten veel bomen voor worden gekapt. Verder vrezen Amersfoorters voor overlast. Ze stappen mogelijk naar de Raad van State. Lijn 2 in Utrecht is al volledig elektrisch. De kleine bus dwars door het centrum van de stad. Maar vanaf het voorjaar van 2017 wordt ook lijn 1 100% elektrisch aangedreven. Die lijn loopt van Overvecht naar Hoograven. Vanmiddag werd de nieuwe bus gepresenteerd in de remise aan de Europalaan. Waarna een proefrit werd gemaakt met politici. Vervoersbedrijf UOV heeft 10 van dergelijke bussen gekocht. Ze worden 's nachts opgeladen, maar ook tussendoor komt er stroom bij. En dat gebeurt bij de Vechtse banen. Na lijn 2 moet ook de rest van de provincie in de toekomst aan de elektrische bus. Ik denk dat we omstreeks 2025 volledig elektrisch rijden in dit gebied. Waarbij we een belangrijke mijlpaal hebben in 2019. Als we 142 regiobussen moeten vervangen. Omdat die dan klaar zijn en op zijn. En we weer een kans hebben om naar een schoner buspark te gaan. De elektrische bus is 2 keer zo duur als een bus op diesel. En voor lijn 2 hebben de provincie en de gemeente samen 3 miljoen euro bijgelegd. Het filmpje is een regelrechte kliktopper op internet. De auto die tegen het toegangspaaltje van kasteel Drakenstein in Lagevuurse rijdt. Inmiddels weten we dat het de kapper van prinses Beatrix is. Zij is niet blij en de marechaussee ook niet, want die wil weten wie het filmpje online heeft gezet. Is niet veel. En dat doet met zijn voet naar beneden. En dan rijdt ze. Bam! Ging niet zo goed. In Lagevuurse kunnen ze er wel om lachen. Deze bewakingsbeelden van een zwarte Renault bij de poort van kasteel Drakenstein zijn gisteren op het internet gezet. Ja, ik moet heel hard lachen. Ik vond het wel grappig. Vooral omdat die man eerst zijn voet nog op dat ding zet en dan komt het nog omhoog en hap, knalt ze er bovenop. Dat is een beetje slapstick. Je schrikt ook uit als je denkt, ja, hij duwt dat met zijn voet dat paaltje naar beneden en opeens, bam, dat verwacht je niet. De beelden zijn al een paar maanden oud, maar kwamen deze week pas naar buiten. De bestuurster van de zwarte auto blijkt de kapster van prinses Beatrix te zijn. Ik heb vanochtend nog even kort gesproken met de kapster die hier bij de toegangspoort naar kasteel Drakenstein op het paaltje reed. Ze is erg geschrokken van alle media-aandacht en ze heeft van hogerhand ook de opdracht gekregen om hierover niets in de media te vertellen. Ik heb haar nog wel even gevraagd hoe het met haar auto is. Die is inmiddels weer gerepareerd. Het voorval is met deze camera gefilmd. De Koninklijke Marechaussee gaat nog wel onderzoeken hoe die beelden op het internet zijn beland. Volgens een woordvoerder had dat namelijk nooit mogen gebeuren. Blijkbaar gelekt. Ja, het is niet heel netjes, maar het is wel grappig. Het is toch alleen maar leuk? Er is toch niks bijzonders aan? Nee, vind ik niet. Maar het had wel gemogen, ja. Ik vind het wel leuk. Nou, de beelden zijn natuurlijk ook handig voor de verzekering. Maar de Koninklijke Marechaussee wil niet zeggen wie de schade aan de auto uiteindelijk heeft betaald. De jaarbeurs in Utrecht is de kampeer- en caravanbeurs begonnen. Thema dit jaar is Duitsland, omdat het een populaire vakantiebestemming is. En ook kamperen wordt steeds populairder. 3 op de 10 Nederlanders doet het graag. Bovendien neemt de verkoop van caravans en campers toe. De beurs duurt nog tot en met komende zondag. De paardenmarkt in Vianen stopt met het ouderwetse handjeklap. Dit jaar worden de paarden en ponies alleen nog maar gekeurd en niet meer verkocht. Maar de belangstelling van paardenliefhebbers is er niet minder om. Dit is Merel van 6 jaar oud. Ze staat te trappelen om mee te mogen doen aan de keuring met haar pony. Ik moet hem voorbrengen. Hoe ziet dat eruit? Nou, je moet eigenlijk een rondje lopen met rennen en lopen. Kun je dat goed? Ja. Nog even snel de laatste manen van haar pony gladstrijken en dan is het wachten tot de jury zegt dat het eindelijk haar beurt is om de pony te showen. Een en al enthousiasme. Ja, nee, dat zit er helemaal in gebakken als het ware. Die droomt daarvan, van zoiets. Dat is schitterend. De pony van Merel wordt uitgekozen om samen met andere mogelijke prijswinnaars een rondje te lopen. Ja, we luisteren weer naar de vertrouwde Radetzky-mars. En dan gaat de jury echt de punten verdelen. De zenuwen stijgen, ook bij de ouders van Merel. Paarden houden, het loopt door de hele familie. Ja, vanaf kleins af aan. Voordat ik kon lopen, liep ik al hier. En het wachten wordt beloond. De pony van de zus van Merel heeft al een prijs te pakken. Een beker en een rozet. En de hoeveelste plek? Eerste. Het paardenvirus is doorgegeven aan een nieuwe generatie. Maar intussen is de paardenmarkt wel veranderd. Er is dit jaar geen handel meer. Geen handjeklap. De handel is gewoon helemaal weggezakt. En dat is niet alleen bij deze paardenmarkt, dat is bij de grootste gedeelte van de paardenmarkten die dan nog in Nederland als zo
nou genoemd worden als paardenmarkt. Maar het zijn geen handelsmarkten meer. Merel kan het weinig schelen. Haar pony is niet te koop. Natuurlijk niet, want die wint ook nog eens prijzen en is hartstikke lief. Vanmiddag was trouwens ook nog het traditionele ringsteken in Vianen. Ga naar de bank. Zeker, geen paardenmeisje hier trouwens. Jij? Nee. Ik vind ze doodeng. Zometeen praten we met verkeerspsycholoog Gerard Tertolen over drankrijders die niet van ophouden weten en een eventueel alcoholslot. Maar eerst de vrijheid van meningsuiting. Want we hoorden het net bij Rob al. Raffi Chowan, de vrouw die vorig jaar in Utrecht een toespraak gaf tijdens een Pegida-demonstratie, kreeg vandaag een boete van €800, waarvan de helft voorwaardelijk. Het OM eiste eerder €1000 boete, waarvan 500 voorwaardelijk. Willem-Jan Ausma, advocaat. Wat vind je van deze eis? Het is conform de richtlijnen. Dat heeft de rechtbank ook gezegd. Dit is wat je opgelegd krijgt als je dit soort feiten pleegt. Ja, net ging het bij Rob, zagen we het eventjes niet. Maar we hebben wel beelden. Laten we even kijken wat zij onder andere zegt. Een andere reden om moslims te verachten en te haten is hun krankzinnige ideologie. Want het is nooit de religie van vrede. Ook wil ik iets vertellen over inteelt. De massieve inteelt in de islamitische cultuur brengt vrijwel onomkeerbare schade toe aan moslims. Wat vind je van dit soort uitspraken, Willem-Jan? Ja, het is in ieder geval strafbaar. Ja. Daar heeft de rechtbank over geoordeeld. Het is met name het haatzaaien. En dat is omdat ze het over de moslims in zijn algemeenheid heeft. Stel, ze zou gezegd hebben moslim-extremisten. Ja. En dan heb je het alweer meer over een ideologie in plaats van een godsdienst. Nee. Dan komt het weer in een ander daglicht te staan. Maar ja, we krijgen zo een discussie dat iedereen roept maar van alles. Er wordt aangifte gedaan. Het Openbaar Ministerie gaat al dan niet vervolgen. Uiteindelijk bepaalt de rechter dus wanneer iets discriminatie is of haatzaaien of belediging. En ja, willen we dat met z'n allen? Hè? Nou, en hoe zit het met de vrijheid van meningsuiting? Nou ja, daar heeft de rechtbank nodig over gezegd. Dat staat in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Maar er zitten beperkingen aan. Mm-hmm. En in dit geval is de beperking is onze eigen wet. Want in onze wet staat dat je inderdaad geen mensen mag beledigen. En dat je ook inderdaad niet mensen vanwege hun godsdienst mag discrimineren. En als je dan een godsdienst, een geloof in de kwaad daglicht stelt, ja, dan ben je strafbaar. Dus die vrijheid van meningsuiting, die is er. Maar je mag niet meer voor alles roepen. En iedereen over één kamp scheren. Jij hebt de hele toespraak bekeken. Zaten er nog meer opvallende stukjes in? Nou ja, het stukje wat we net ook zagen. Ja. Dat ze het hebben over inteelt en weet ik wat allemaal. Ja, daarmee beledig je natuurlijk wel mensen. Dat is raar, maar dat was niet het strafbare. Het strafbare waren de uitlatingen die inderdaad ook aan het begin zaten. Ja, zij zegt zelf trouwens dat ze het niet opruiend bedoeld heeft. Meent ze dat, denk je? Ja, dat zou ik ook zeggen. Ja, logisch. Ik bedoel, natuurlijk. Maar goed, ze weet heel goed wat ze zegt. Ze heeft echt wel goed nagedacht over haar woorden, neem ik aan. Nou, niet goed genoeg, want ze zegt kennelijk ook de volgende keer laat ik een jurist naar kijken. Ja, maar ligt het dan ook zo gevoelig? Dat je, is het zo'n dun lijntje waar je dan net overheen gaat? Of is het eigenlijk wel heel duidelijk wanneer je... Nee, het ligt dus inderdaad heel... En uiteindelijk is het de rechter in veel gevallen, tegenwoordig in onze huidige maatschappij al helemaal, die daarover beslist. Kijk, er wordt soms aangifte gedaan. Hè. We hebben nu de discussie, er moet harder worden opgetreden tegen discriminatie. Ja, wat is discriminatie? Is dat als jij als discotheek-eigenaar mensen weigert omdat ze de vorige keer rotzooi trapten? Alleen als die mensen een bepaalde huidskleur hebben, gooien zij het op hun huidskleur. Terwijl die eigenaar zegt, nee, het is vanwege eerdere gebeurtenissen. Ja, is dat discriminatie niet? Ik bedoel, moeten we ons daar met z'n allen druk om maken? Ik denk iets meer tolerantie, iets meer verdraagzaamheid. En als je mensen echt bewust, echt kwetst, dan moet er worden opgetreden. Maar niet op elke slag zout gaan leggen. Willem-Jan, maakt het ook nog uit in wat voor setting je dit soort uitspraken doet? Ook, ja. Ook als je het in de huiskamer doet. In je huiskamer kun je nog gelukkig nog zeggen wat je wil. Ja. Dan moet je wel hopen dat het niet wordt opgenomen en je later meedoet aan de presidentsverkiezingen. Want dan heb je weer een probleem. Ja, natuurlijk. Maar als ik het nou in mijn huiskamer doe en ik nodig 40 gelijkgestemden uit. Nee, dan nodig je ze weer uit. Dus dan wordt het weer een bijeenkomst. Ja. En dan begeef je weer op glad ijs. Ja. Wat gaat deze uitspraak betekenen voor andere discussies, zoals bijvoorbeeld de minder-minder-zaak tegen Wilders? Nou, ook daar moet de rechter dus weer bepalen of het uiteindelijk haatzaaien is of belediging even die strafbare feiten. Ja. Dat moeten we even afwachten. Ik verwacht, het verschil is wel, Wilders, dat wordt een heel proces en er zijn dagen voor nodig. Ja. Dit is gewoon even een zitting geweest, zoals zoveel de zittingen, maar goed, los daarvan.
Ik ben heel benieuwd of Wilders ook een soortgelijke straf krijgt als die wordt bestraft met een deel voorwaardelijk. Want dan wordt het namelijk leuk, want als die het dan nog een keer weer zou doen, dan kunnen ze hem weer veroordelen. Dus hij krijgt dan eigenlijk ook een proeftijd. Dus dan mag hij 2 jaar, mag hij niet vergelijkbare uitlatingen doen. Dan hebben we het bewijs als het hetzelfde is over nog een keer 400 euro. Nou ja, Daar zal hij zich misschien niet voor houden. Hij krijgt er ook geen gevangenisstraf voor als hij veroordeeld wordt. Maar ik vind dat voorwaardelijke deel van grappig. Dat betekent dat hij 2 jaar op zijn woorden zou moeten letten. Omdat hij anders nog een keer weer zijn portemonnee moet trekken. De nieuwe politieke partij DENK die pleit voor een racismepolitie. Gaan we daarheen nou? Ja, de dierenpolitie is ook wel... Dat is gelukt. Ik denk dat dit hetzelfde verhaal wordt. Het zijn van die discussies waar je toch nooit uitkomt. De een die voelt zich heel snel beledigd en die doet aangifte. En al dan denk je, kan mij het schelen. Kijk eerst eens naar jezelf. Ja. Ik hoorde jou net mooi zeggen, laten we met z'n allen proberen wat toleranter te zijn. Ja, toch? Ja. Vooral in het verkeer. God, dank je wel. Wat een mooi bruggetje. Want we gaan praten met verkeerspsycholoog Gerard ter Tholen. Want minister Schultz van Verkeer en minister van de Steur van Justitie... die laten samen opnieuw onderzoeken of een alcoholslot misschien toch verplicht kan worden... voor van die onverbeterlijke drankrijders. Dat hebben ze de Tweede Kamer beloofd nadat deze week bekend werd... dat hoge boetes en zelfs het afpakken van het rijbewijs bij die zware drinkers niet werkt. Is dat goed nieuws of slecht nieuws, Gerard? Nou ja, goed nieuws, slecht nieuws. Waar het om gaat is dat je hier met een groep te maken heeft die erg hardleers is. Hè? En het spreekwoord zegt wie niet horen wil moet voelen. Maar ja, als men zelfs ongevoelig is voor de straffen die erop staan, wat moet je dan nog? En ik ben in het algemeen geen voorstander van het alcoholslot. Het is een middel wat sowieso fraudegevoelig is. Het is een middel wat op zich ook althans volgens sommige verkeers onveiligheid met zich meebrengt. Want je moet ook tijdens het rijden gaan blazen. Want anders is het wel heel makkelijk natuurlijk. Dan laat je even iemand... Ja, precies. Moet je even uitleggen. Hoe werkt dat dan? Het is dus een kwestie van je stapt in de auto die uitgerust is met een alcoholslot. En dan moet je blazen. En in het geval dat er alcohol in je bloed wordt geconstateerd of in je lichaam, dan start hij niet. Op het moment dat het clean is, dan start hij wel. Maar dan kan natuurlijk, je kan natuurlijk even tegen een vriend zeggen, blaas jij even en ik rij verder. Dus je moet ook tijdens de rit, moet je nog een paar keer blazen. Nou, en tegenstanders van het alcoholslot zeggen dan, dat is hartstikke gevaarlijk, want je moet dan met allerlei dingen gaan rommelen in je auto en op dingen gaan letten. En dan moet allemaal... Zit hij dan bij je spiegeltje of zo? Het zit in ieder geval natuurlijk wel binnen handbereik, maar het vraagt wel wat nodige handelingen. En nogmaals, vooral de mensen die erg tegen zijn, grijpen dat ook aan om te zeggen van ja, het is gewoon gevaarlijker. Middel is erger dan de kwaal, zeg maar. Maar ik kan daar wel voor een deel in meegaan. Ik ben ook niet grote voorstander van, maar we hebben hier te maken met een groep die gewoon echt niet wil luisteren en die ook niet wil voelen, die ook niet de straf wat dat iets doet. Ja, en dan moet je toch op een gegeven moment wel tot dit soort middelen overgaan. Maar Gerard, hoe kan het nou dat mensen 3-4 keer in de fout gaan, soms wel een jaar hun rijbewijs kwijt zijn, hoge boetes krijgen, maar gewoon achter het stuur stappen? Nou, wat denk je dan? Een hele belangrijke reden is dat die mensen het gevoel hebben dat de pakkans heel klein is. Dus de kans dat ik nog een keer gepakt word is heel klein. Onaantastbaar. En feitelijk hebben ze eigenlijk ook nog gelijk, want de pakkans is natuurlijk ook niet heel groot. En we weten ook al lang uit onderzoek met boetes dat de pakkans veel belangrijker is dan de hoogte van de straf. Als jij een hele grote kans hebt om gepakt te worden met een relatief mindere straf, werkt dat beter dan wanneer je bijna nooit gepakt wordt met een enorme straf. Want dan denk je, ja, dat gebeurt me toch niet. Nee. Dus ja, die pakkans verhogen, maar dat is ook makkelijker gezegd dan gedaan. Want we hebben natuurlijk een beperkte capaciteit van de politie. Ik heb net gehoord dat we ook al racismepolitie moeten krijgen. En we hebben al dierenpolitie. Dus tel uit je winst. Nee, maar serieus. Het is wel zo. We moeten meer controleren. Ja, we zouden eigenlijk meer moeten controleren. Alleen, je controleert ook heel veel mensen die niets kwaads in de zin hebben. En die worden daar natuurlijk ook niet vrolijk van elke keer aangehouden worden, oponthoud, moeten blazen. Die controles zijn sowieso al heel erg gecentreerd om evenementen, op plekken waar waar het risico groot is. Maar het is gewoon heel lastig om die pakkans echt te verhogen. Ja, Gerard, snap jij dat hoge rechters zo tegen dat alcoholslot zijn? Nou ja, de reden om tegen het alcoholslot te zijn, die zijn er gewoon. Je kan daar tegen zijn, maar ik zeg nogmaals, je hebt te maken met een groep die op een gegeven moment echt bekend is als zijnde. Er valt niks meer mee aan te vangen. Nou, rijbewijs afpakken helpt zelfs niet, want ze stappen gewoon weer in de auto. Ja, je kan zeggen, je moet ze strenger gaan straffen. De dreiging moet groter zijn. Dus men moet bij wijze van spreken levenslang het rijbewijs kwijt zijn, maar ook dan zullen ze blijven rijden. Maar dan alcoholslot, hè? Ik begrijp dat je dat echt moet doen, ook blazen tijdens het rijden. Maar dan stap je toch, als je echt blijft drinken in
in de auto van de buurman of zo? Ja, daar zijn, ze zijn natuurlijk niet helemaal gek. Er zijn allerlei trucjes voor, of eigenlijk regels voor, om dat te voorkomen. Als je echt wil, kan je natuurlijk eronder uitkomen. En die mensen zijn geslepen genoeg. Maar het is echt wel een grote belemmering, hoor. Het is echt wel gekoppeld aan jouw auto. En het wordt echt wel een probleem om nog te gaan rijden. Maar onmogelijk is het niet. Je hebt gelijk. Er is altijd een manier om eruit te komen. Willem-Jan, wat vind jij eigenlijk van zo'n alcoholslot? Het is nu verboden omdat het een dubbele bestraffing is. Ik vind het wel op zich een prima middel. Want je mag dan alleen nog maar in je eigen auto rijden. Er zitten ook heel veel nadelen aan. Ik ben het helemaal met je eens. Maar wat ik over wil zeggen, je zou eigenlijk iets moeten bedenken om slimmer te controleren. Bijvoorbeeld, overal hangen camera's. Je kunt kentekens kun je controleren. Maar je kunt natuurlijk ook gezichtscontrole doen. Dat als jij bekend staat als notorie alcoholist, dat jouw gezicht in een database komt. En als je langs een camera rijdt, dat je eruit wordt gepikt. Ik noem maar even wat. Ik sprak vandaag iemand uit de Achterhoek en die zei van in die dorpen, daar weet gewoon, ook de politie weet dat, dat daar massaal gedronken wordt in cafés. Dat die mensen allemaal daarna weer in de auto stappen. Als ze daarop zouden afgaan en dat gewoon zouden aanpakken, dan zou daar echt een enorme schok door dat hele dorp en al die andere dorpen gaan. Maar men laat het gewoon toe. Er zullen ook alweer redenen voor zijn, dat weet ik niet. Dat is weer een heel ander probleem, denk ik. Maar het geeft al aan hoe complex het probleem is. En dat, ik wou dat er even een oplossing voor was. Dan had ik hem al 10 keer aangeraden en was die al toegepast. Maar het is gewoon een heel complex probleem. En we hebben het hier echt over een hele hardnekkige groep. En ik denk dat daar ook echt paardenmiddelen zijn toegestaan. En het beseffen, mensen denken dat in pakkans, in boetes, maar het besef dat je iemand doodrijdt. Daar gaat het om. Ja. Daar denken ze niet aan. Ze denken, oh, ik kom wel thuis, ik word toch niet gepakt. Ik kan het schelen. En die zaken maak ik natuurlijk mee, waarin mensen ook hun eigen vrienden bij om het leven komen. Nou, dat is verschrikkelijk. Dat moet eigenlijk meer, dat denkpatroon moet veranderd worden. Ja. Als je dat beseft. Maar dat is lange termijn werk. Tenslotte, jij bent psycholoog. Krijgen we dat denkpatroon veranderd? Ja, er zijn natuurlijk wel dingen waar het op gelukt is. Neem bijvoorbeeld roken. Dat is echt een heel mooi voorbeeld over hoe denkpatronen en hoe we ermee omgaan totaal veranderd zijn. Dat is de hoop. Het kan dus. Maar het zijn hele lastige dingen. Neem ook bijvoorbeeld appen in de auto. Is ook zoiets verschrikkelijk hardnekkers, wat verschrikkelijke gevolgen kan hebben. En wat misschien nog wel massaler gewoon gedaan wordt. En iedereen heeft er eigenlijk weinig problemen mee. Maar het kan precies dezelfde effecten hebben. Dus het zijn hele hardnekkige dingen. Maar ik blijf hoop houden. En als we er bij de pakken neer gaan zitten, lukt het zeker niet. Nee. En we moeten er heel veel energie op zetten. Ja, heel veel energie. Hoop te doen. Ja. Ik wil het hebben over een van onze mooie musea in de stad. Want Museum Speelklok, want daar heb ik het over, die heeft een nieuwe, nou, je verwacht het niet, speelklok. Gekocht op een veiling in Parijs voor ruim 7 ton. Ja, dat is een hoop geld natuurlijk. Maar ja, dan krijg je ook niet zomaar een klokje. Namelijk er eentje met koninklijke allure. Museum Speelklok. Hier is het eigenlijk nooit stil. Daar zorgt het Apenorkest wel voor. En anders wel een van de grote orgels. Of de zelfspelende piano. En mocht er toch ergens stilte dreigen, dan is er altijd nog wel ergens een klein muziekdoosje te vinden. Toch is er ook één eigenwijze klok die niet meespeelt. En nu is dat de nieuwe aanwinst, de kleeklok. Ja, vind je sneu? Ik ook. Maar we hebben een eigen restauratieatelier. Dus we gaan hem heel snel restaureren. Alles is nog origineel binnenin. 96 orgelpijpen, 4 registers. En op dit moment speelt er maar 1 register en dan nog niet helemaal goed. En dat vind ik niet leuk om dat zo te laten horen. Je wilt tenminste een volle glorie laten horen. Het is niet zomaar een klok. Hij is gemaakt door de vorstelijke klokkenbouwer Charles Clay. Ooit stond dit uurwerk in een Portugees koninklijk paleis. En ja, dan is een zaaltje in Utrecht voor de klok misschien wat beneden zijn stand. Zeker als je bedenkt dat zijn broertje op een prestigieuze plek in Engeland staat. En die staat in het Kensington Palace, maar daar zit geen werkend speelwerk of uurwerk meer in. Dus deze is beter? Dit is absoluut de top, ja. Clay heeft er nog ongeveer 6 gemaakt. Die staan ook in musea, maar wij hebben de grootste en de mooiste. Een royale plek, die verdient de Utrechtse Clay ook. Het museum breidt daarom uit. Straks komt de klok na de restauratie in een nieuwe zaal te staan. En als die hier dan straks staat, wat horen we dan? 18e eeuwse orgelmuziek. En volgens mij hoor ik al een klein stukje. In de klok zitten stukken van de bekende barokcomponist Händel. En die gaat prima samen met het grote orgel, het apenorkest, het kleine muziekdoosje en de tuimelklok. Boem, past allemaal bij elkaar. En morgen is die klok ook nog door het museum publiek te zien. Kijken we tot slot nog even naar het weer.
Vanavond en vannacht klaart het wat op. Het koelt af naar een graad of 5. Morgen zijn er perioden met zon en bij een matige oostenwind wordt het dan maximaal 13 graden. Ja, de dagen daarna af en toe zon, overwegend droog en de middagtemperatuur die gaat weer ietsjes omhoog. Zondag kan het zelfs 16, 17 graden worden. Ja, de weerfoto is dit keer van Joost. Hij maakte dit plaatje op de Utrechtse Nieuwegracht, waar het ook al echt herfst is. Uw foto mag naar weerfoto@rtvutrecht.nl. Onze gasten waren Willem-Jan Ausma en Gerard Tertolen. We hadden het over de uitspraak tegen Johan en over de voors en tegens van een alcoholslot. Dank jullie wel. Ja, en tot zover deze uur vandaag. Kijk voor meer nieuws uit de regio op rtvutrecht.nl of op onze app. En morgen zijn we er weer. Nog een hele fijne avond. Dag. Dag.